Yo mensen van 4DGamesNL, tof jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering. Mijn naam is Daniel. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je de boog maakt op de nieuwe map Rave in de Redwoods. Het is in ieder geval, ja, dit is het begin. En ik laat het zien omdat ik en Vinny dus heel veel de laatste tijd op Rave in de Redwoods zitten. En we gaan over, ja, nu dus naar de volgende part. En die is er niet echt. Je zorgt gewoon dat je naar de power gaat. Ik sta nu nog in de grot. En we gaan nu naar de power. Die zit hier. Dat is dit ding. Die ik nu niet aankrijg. Heel fijn. Ja, dan gaat hij dus aan. Dan gaat hier het luik open. Kijk, dat ziet er zo uit. En dan gaan we gelijk door al naar de volgende part. En dat is de eerste voor de boot. En die zit, als het goed is, hier bij deze paal. Oké, dan heb je hem dus. En dan zie ik jullie weer bij de volgende part. Oké, daar zijn we nu al. En dat is deze. Die ligt bij die smileys. En dan gaan we weer gelijk door naar de volgende part. En dan hebben we dan al alles voor de boot. En dan laat ik jullie ook gelijk trouwens gewoon de pack-up-punch zien, want die moet ik ook nog... Die wil ik ook gelijk even laten zien. Die ligt hier. Ik weet niet of ik de pack-up ook laat zien, maar oké. Ja, daar ligt dus de biel. En dan gaan we nu met de boot. Die skip ik even. Zo zie ik jullie zo weer terug. Ja, ik dacht dat ik hem zou skippen. Zie je? Ik skip hem ook. Oké. Dan zijn we nu op Pack-a-Punch Island. Schiet ik even wat neer natuurlijk. Oké. Maar dan gaan we nu naar... Ik weet niet wat ik... Naar het tweede wiel. Dat ligt hier, waar ik nu sta. En dan pakken we ook gelijk een worstje. Kijk. Ik ook lekker op. Dat ligt daar. In die emmers die hier vier worstjes liggen. Dan moet je op vierkantje drukken en dan ben je er. Oké. Dan gaan we nu hierheen. Bij dat vuur. Dan druk je op de pouch. Oké. Ja, dat hoef je dan niet te doen, maar oké. Dan zie je hier een rendier. Daar gooi je dat worstje op. Dat doe je met, ja, weet ik niet, wat je hebt ingesteld. Dan pak je dat ding op het vierkantje. Dan gaan we gelijk naar de volgende part. Want helaas was de laatste niet gelukt. Maar die heb ik nog wel gewoon gepakt. Dus ja. Dan zijn we nu hier. Dan zijn we bij de tweede part. En dan zie ik, die pak je ook weer op, net zoals bij de eerste. En dan gaan we nu naar de derde en allerlaatste part alweer. En dan zijn we al bijna het wapen. Hij hangt daar, je ziet hem bijna niet, maar hij hangt er echt. Kijk, en dan moet je ook weer op gaan schieten. En dan hebben we hem in principe al. Dan gaan we nu naar de laatste part. Die is ja, helemaal aan het begin, of naar het laatste stuk eigenlijk. Die is helemaal bij spawn. En daar heb je... Ja, een kist staan. Die zal ik jullie zo even laten zien. We zijn er nu bijna. Oh nee, we zijn nu weer waar we de eerste part hadden gepakt. Dit ziet er trouwens ook sick uit. Laten we kijken. Ja, we zijn er nu. Kijk. Het is deze waar ik nu met mijn ex op sla. Nu. Dan druk je op vierkantje, zoals daar aan staat gegeven. En dan gaan we even wachten tot de pauze voorbij is, zoals nu. Dan heb je nu het wapen. Maar jongens, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en voor het liken. Als je nog niet gelijk hebt, vergeet dat ook zeker niet te doen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zeg ik zoals altijd tegen jullie weer... Later!